Iris, we gaan. Ja, laten we doen. Ik sta hier bij Corso Groep MEC. En Judith, hoe staat het ervoor met jullie wagen? Nou, op dit moment is het nog aardig krapjes aan. We komen eigenlijk nog wel een paar plakkers tekort. Ik ben bang dat het ook nog wel heel erg laat gaat worden vannacht voordat we klaar zijn. Dat hij mooi wordt, dat staat wel vast. Want we zijn wel heel erg tevreden over het eindresultaat tot nu toe. En we zien, althans ik zie op dit moment heel veel kleuren al. Waar is dit speciaal voor? Nou, de wagen heet Aapjes Kijken en het is eigenlijk een grote safaribus waarin apen en gorilla's zitten en die zijn naar de mensen langs de route aan het kijken. Dus ja, aapjes kijken, normaal gesproken ga je naar een dierentuin en dan kijk je naar de aapjes die in een kooitje zitten of in een verblijf zoals het dan tegenwoordig natuurlijk is. Maar dit keer zijn het dus de aap in de bus die naar de mensen kijken. Dus het is niet mensen gaan aapjes kijken, maar de aapjes kijken. En wie heeft het ontworpen? Wie heeft er allemaal aan meegewerkt? Of is het gewoon, we doen het allemaal samen? Nou, het is eigenlijk een idee wat vorig jaar al een keertje de revue is gepasseerd. Ik heb het zelf bedacht. Voor dit jaar zaten we een beetje dubio wat we zouden gaan doen. En toen zei Wiljo van, goh Judith, aapjes kijken van vorig jaar dat idee. Misschien is dat wel wat. Ben ik gaan uitwerken en dat is het uiteindelijk dus ook geworden. Ja, verder hebben we natuurlijk met een behoorlijk aantal mensen dat we aan het bouwen zijn geweest. We hebben dit jaar van een aantal dames hebben we hulp gekregen met betrekking tot de koppen. Om daar sesamzaad en maanzaad op vast te maken. Er komt ook wat stof bij kijken. En, ja, best een uitgebreid clubje mensen weer. Goeie 15 man, zoiets. We staan hier bij de genieters, bij Hank en Maries. En Maries, hoe staat het ervoor? Ja, het staat hartstikke goed ervoor. Het gaat hartstikke hard. We zijn met enorm veel plakkers zijn we aan het plakkenboom. En ja, het ziet er nou uit dat we gewoon naar beneden neergaan. En Hank, hoe ziet het resultaat er tot nu toe uit en hoe denk je dat het eruit gaat zien? Tot nu toe zijn we heel tevreden over het resultaat. Eigenlijk precies zoals we verwacht hadden, zoals het eruit zou komen te zien. Ja, en als hij dadelijk buiten staat, dan moet het blijken of het dan ook echt zo is zoals we gedacht hadden en dat het eruit moet komen te zien. En gebruiken jullie veel kleuren? 7 kleuren in totaal maar, dus valt best mee. En hoe ziet jullie ontwerp eruit? Ja, het zijn twee paarden die een kanon voorttrekken uit de modder. Die proberen het uit de modder te trekken. De beweging, daar gaat het op mensen gebeuren. Ook nog een stukje techniek zit er nog bij in. Ja, het wordt mooi en leuk. Hoeveel mensen werken eraan mee? Tussen 125 en 150 nu. Maar, op dit moment? Op dit moment, maar met de bouw was het de vaste kern van een man of 25. Dus. En hoe leuk vind je het? Ja, heel leuk. Want ja, als je dit niet leuk vindt, dan blijf je hier niet lang bij. Want je bent eigenlijk het hele jaar bezig met de wagen bouwen. Dus ja, je moet het wel heel leuk vinden. En is het dan ook zo, Maries, dat wanneer je de wagen klaar hebt als bloemencorso geweest is, dat jullie eigenlijk direct de volgende week alweer bezig zijn met de nieuwe plannen? Ja, absoluut. Dan zijn we weer een beetje aan het smeden voor nieuwe ideeën. En ja, iedereen mag zijn inbreng doen. Dus dat betreft, we wachten altijd. We hebben een deadline. En dan leggen we alles bij elkaar. En dan gaan we met de hele groep gaan over hem van wat we gaan maken. En hebben jullie al een indruk van welke plaats jullie eventueel zouden kunnen behalen? Of is het zo van, nee, we wachten gewoon af, we doen het voor de leuk en... Ja, we wachten gewoon af. Bouwen vinden we heel leuk, het plakken vinden we heel leuk. Ja, en daar doen we het voor. De gezelligheid, ja, een hoop mensen erbij. Nou, ja, geweldig gewoon. En natuurlijk voor de mensen langs de kant van de weg. Daar doe je het ook voor. Het applaus? Het applaus wat je krijgt, ja. Dus, en dan, ja, dan hoop je natuurlijk dat je een hoger resultaat haalt, maar... Het allerbelangrijkste is dat je het zelf leuk vindt en dat de mensen langs de kant het leuk vinden. SUF staat voor samen uit fusie. Het is eigenlijk ontstaan door twee voetbalclubs die we samen hebben, zowel MEC als Bredevoort. We zijn nu een aantal jaar dat we samenwerken als club zijnde. En we vonden het ook leuk om een keer wat anders te gaan doen dan naast het voetbal alleen. Dus zodoende zijn we eigenlijk begonnen met het Mistersfeest om mee te gaan doen. En nu dit jaar dus ook voor het eerst met Winterswijk een jaartje mee. Voor het eerst, hoe is dat? Ja, heel leuk. Het is wel even wat anders dan met het Mistersfeest, omdat ja, de eisen zijn gewoon wat strenger. Maar ook de wagens zijn een heel stuk groter en mooier in ieder geval nog. Dus je merkt wel dat we daar inderdaad ook graag aan mee willen doen om toch iets meer speelsigheid in de ondergrond te brengen.
Dus het is wel erg gezellig in ieder geval. Wat voor speciale dingen hebben jullie voor het Winterswijkse bloemencorso moeten veranderen? Nou, met name onze ondergrond. We hadden eerst een vierkant blok hadden we als ondergrond zijnde. En deze hebben we veranderd door wat ganzenbordstenen als het ware te maken. En deze op de ondergrond te creëren met een golvend beloop. En we hebben bijvoorbeeld de nek van de gans, die hebben wat veranderd. Het hele papier-mâché hebben we nieuwe technieken voor geleerd. Dus zo hebben we wel wat de vleugels hebben langer gemaakt. We hebben zelfs leren lassen nog door de mannen die hier ook rondlopen geleerd. Dus er zijn wel wat aanpassingen gemaakt in ieder geval, die wel te zien zijn volgens ons. Ik sta hier bij Harry's van de Schutterscommissie Wold. En Harry, er staat iets heel moois achter jou. Hoe gaat het? Ja, schiet lekker op. Ik verwacht dat we rond middag wel klaar zijn met het plakken. Dus het is een meevalletje dit jaar. En wat is het geworden? Nou, het thema dit jaar is Rise of Sauron. Ik weet niet of jullie de Lord of the Rings trilogie kennen. Dat is de kwade meester uit die film. En Sauron is gestorven, zoals hij al vaker gestorven is in de geschiedenis. Maar hij staat ook weer op. Hij rijst als het ware op uit de brandende krochten van Midden-Aarde. En dat proberen we op de wagen te laten zien. Hartstikke leuk. En jullie gebruiken maar een aantal kleuren, niet heel veel. Is daar speciaal voor gekozen? Of? Nou ja, goed. We werken van geel naar zwart in feite. En het idee is inderdaad dat, dat die oprijst uit het vuur, uit de krochten van Midden-Aarde. Ja, dat proberen we te verbeelden natuurlijk. Er zitten wat schakeringen, er zitten nodige schakeringen in de wagen. Ja, dat heeft nogal wat knipwerk, brengt dat met zich mee, dus dat is nogal bewerkelijk. Maar ja, goed, wat ik zeg, gelukkig hebben we meevaller. Dus ik denk dat we over anderhalf, twee uur klaar zijn. Ja. Nou, dus jullie kunnen in ieder geval nog slapen vannacht of gaat het hier een feestje worden? Nou ja, goed, na afloop wordt eigenlijk de nieuwe schutter wordt ingehuldigd en de oude die neemt officieel afscheid. Dus dat komt er nog even achteraan. En daar hoort natuurlijk een hapje en een drankje bij, maar voor de rest, dat is even uitrusten en dan morgen de kilometers maken. Hè? Ik sta hier bij Wim van Corso Club De Versierders. En Wim, hoe gaat het ermee? Nou, we hebben alles onder controle en naar de verwachting is hij om 12 uur klaar. Zo, dat schiet dus aardig op. Ja, schiet aardig op, maar we beginnen ook op tijd. En wat hebben jullie precies gemaakt? We hebben een paar flessen wijn op de wagen. En dat noemen we insect. En dat is dan vaak een half glas of een vol glas. Nou, en dat willen we proberen uit te beelden. En ik hoop dat ze dat morgen in de straat ook begrijpen. En je bent druk bezig met alle bloemen onder de lijm spuiten. Ja, dat doen we al jaren, de bloemen onder de lijm spuiten. Daar zijn we bijna in Winterswijk de eerste mee begonnen. En er zijn verschillende groepen hier weer eens kijken. Wij hebben er geen geheim in. Nou, en de andere mensen die zijn er ook mee begonnen en dat gaat prima. Want je ziet ook wel eens mensen die het dippen op een bepaald lijmkraantje. Maar jullie doen het echt spuitend. Ja. Hier wordt gewoon gespoten en ik zei, er wordt al jaren met een compressor. En dan hebben we daar een bus staan. Nou, en dat gaat prima. En met hoeveel mensen doen jullie dit? In totaal met ongeveer 40 mensen. Met plukkers en wagenmakers. En is het één familie of? Nee, het is allemaal bij elkaar. Iedereen die het leuk vindt? Iedereen die het leuk vindt. Ik heb toevallig ben ik 45 jaar bij de versierders. Dat is er één. Die is ook zo straks schuldig. Die is 40 jaar. Ik hoop dat hij er nog even naartoe gaat. Wellicht. Houwers en Wiggers zijn ermee begonnen. Toen is Benny de Kronie erbij gekomen. En ik was de vierde man. En helaas zijn er drie. Wij zijn op weg naar Bert. En Bert weet nog niet dat wij hem gaan benaderen. Maar Bert zit inmiddels 40 jaar hier bij deze Corso Club. Bert, 40 jaar al bij deze Corso Club. Hoe is dat? Nou, het is een druk leventje nou, 14 dagen. En wat is er allemaal al voorbij gekomen? Hoe bedoel je, wat is erbij gekomen? Heeft u het ontworpen? Bent u aan de slag gegaan als konter? Nee, we zijn aan de slag gegaan. We gaan missie de dahlia's verzorgen. We hebben nog een goede halve hectare dahlia's. Dus die moeten ook nog verzorgd worden. En
En ze kunnen toch hier allemaal niet maken, dat is smul. Dus, Hoe vindt u het om hier 40 jaar bij te zitten? Het gaat nou iets beter, maar in Vlin was het ook wel eens vermoeiend. Als je een eigen bedrijf hebt en melken en zo. Dus, en dan s'morgens elke morgen om 6 uur weer eruit. En dan elke 14 dagen, of 14 dagen, elke avond laat. Ja, dan, 40 jaar, hoe is dat? Iedere keer een mooi eindresultaat? Ja, zeker. Het is altijd gezellig. En daar gaat het om. En wie heeft dit opgericht? Nou, het was eerst onder de naam van Wiggers Houwers. En toen is Benny de Kronie erbij gekomen. En toen bleef het nog Wiggers Houwers. En toen, op een gegeven moment, toen werd het een klein stuk groter. Toen kwam ik erbij en toen zeiden we van, het moet niet altijd onder twee mensen blijven. Wij gaan het versierders noemen. Hartstikke leuk. Ja. Nou, en daar hadden de mensen eerst wat moeite mee. Maar goed, het is goed gekomen. En dat is al heel lang nou de versierders. Volgens mij zijn jullie een hele gezellige groep allemaal bij elkaar. Ja, heel gezellig. Er zijn er wat weggekomen. Er komen er gelukkig weer wat bij. Nou, en er hebben er vanavond alweer twee misschien toegezegd. Misschien. Ik hoop van wel. Want er steeds groter. Ja, maar er gaat er ook wel eens één weg. Ja. Om wat voor reden dan ook. Maar toch, mensen wel een paar jaar weg en die komen vanavond toch weer helpen plakken. Want u zit er al 45 jaar bij, vertelde u? Ja, bij. In 1970 kwamen ze bij me. Ik verbouwde dahlia's. Toen woonde ik bij mijn vrouw in Misten. Nou, en toen kwamen Wiggers en Houwers kwamen bij me. Of ik geen interesse had om ook bij de club te komen. Nou, heb ik direct ja gezegd. Nou, hartstikke leuk. Veel succes nog vanavond. En we zien u met de eerste dag van het Corso. Ja, ik hoop het. En ik hoop dat we dan droog weer hebben. Vast wel. Gaan we wel vanuit. Ja? Nou, dankjewel. Ik sta hier bij Erik Steenbedink van Leuk Toch? Waarom driftkikkers? Ja, goed, het idee is gewoon spontaan ontstaan. We wouden eerst iets met spinnen maken, maar toen kregen we te horen dat er meerdere wagens met spinnen waren. Toen hebben we gezegd, nou, dan moeten we wat anders maken. En eigenlijk is volgens mij van het ene op het andere moment is het boven water gekomen en werden het driftkikkers. Jullie gebruiken verschillende kleuren. Hoe zijn jullie op de kleuren gekomen en op het ontwerp van de wagen? Nou, het ontwerp maak ik niet. Dat maakt Sven Heijnen en Erwin Rusink heeft het ontwerp gemaakt. En die flansen wat in elkaar. Het idee van het speelgoedkarretje met drie kikkers erbovenop. En je krijgt vanzelf driftkikkers. Dus. En met hoeveel mensen werken jullie hieraan? Wij bouwen met 10, 11 man. Met in het Wold bij Deunk, bij de viskweker. En we zijn nu met, wat is er nog, een stuk of 30 man zijn er nu nog. Maar de hele dag door heel zo'n 40 man gemiddeld gaat en gisteren wat minder. Gaat het tot in de late uurtjes door? Wij komen normaal gesproken niet in bed, dus we maken het altijd laat. Als het iets te snel gaat op plaats, dan temperen we wel eens iets. Maar op dit moment gaat het gewoon gestaag door. Rustig tempo, geen stress, alle rust. En waarom de naam Leuk Toch? Leuk Toch is 25 jaar geleden ontstaan als groep zijnde. We zijn met de vrienden begonnen, samen met Appie Meijnen. Wij als 4 of 5 vrienden zijn van wij willen ook een keer meedoen. En Appie Meijnen had een boel ervaring en die deed niet meer mee. En toen hebben we hem gevraagd, Appie, wil je samen met ons bouwen? En ja, dat heeft hij ongeveer 20 jaar gedaan. Hij is nu 3, 4 jaar geleden gestopt. En we bouwen nog steeds. En dit is het 25ste jaar dat jullie meedoen met de Corsowagen. En ook meteen het laatste jaar voor jou. Hoe gaat dat en hoe is dat? Voor mij persoonlijk is het het laatste jaar. Het is absoluut niet het laatste jaar van Leuk Toch. Ga ik tenminste vanuit. Maar ik ga vanuit dat de jongens gewoon verder gaan volgend jaar. Ik heb 25 wagens gebouwd. En dan heb je zoiets van, dan wil je ook wel eens een keer wat anders. Dus vandaar dat je zegt van, ik stop. En ik kan er niks aan toevoegen. U heeft er in ieder geval wel van genoten. Ik heb de 25 jaar met heel veel plezier gedaan. Ja, absoluut. En ik zou volgend jaar ook absoluut de laatste dagen weer plakken. En dat soort dingen ben ik er wel bij. Maak je geen zorgen. Yay! Wij zijn alweer bij de laatste Corso-groep geweest. Harm en ik hebben het echt een hele leuke avond gevonden. Dit was de Plaknacht 2015 van het Bloemencorso in Winterswijk.